We gaan eventjes naar onze collega Rob Brouwer. Rob die staat namelijk op het pieper... Je hoort mezelf steeds dubbel. Dat is inderdaad het vervelende van deze verbinding. Rob Brouwer staat bij Pieperfestival natuurlijk. Het is oudere middag daar, hè Rob? Bij Pieperfestival natuurlijk. Het is oudere middag daar, hè Rob? Ja, het is hartstikke gezellig. Het piratenkoor uit Emmeloord is momenteel aan het zingen. Tenminste, ze waren net aan het zingen. Ze zijn nu even gestopt. En ik sta hier bij de grote tent op de Deel in Emmeloord. En voor die grote tent staat een soort voorportaal. Daar kun je onder staan als het regent. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zelfs net mijn jas uitgehaald. Dus het is hartstikke goed weer. En dat mag wel een keer. Of niet, Erik Hartges van het Pieperfestival? Ja, dat mag zeker wel een keer. Na 3 dagen regen is dit een welkom aflossing, zeg maar. Ja. Een beetje valse start, hè, met de storm en zo. Ja, je kan het niet voorzien, maar het was lekkerder geweest als we gelijk dit weer hadden gehad, absoluut. Wat zien we hier allemaal achter ons? Nou, vanmiddag zijn we bezig met ZONL Seniorenmiddag. Dus dat betekent een programma voor 650 ouderen hier uit de dorpen en het Emmeloord zelf. Dus dat hebben we een hartstikke leuk programma voor in elkaar gedraaid. Met een koor, met een imitator van Wim Sonneveld. Dus dat wordt een uur, anderhalf uur vermaak en een frietje. Je mag wel meezingen eventueel, hoor. Nou, deze tekst ben ik even kwijt, maar er komen vast wel een paar klassiekers. Er zitten trouwens een heleboel koren, die lopen hier ook gewoon in het beeld rond. Die treden hier ook op? Ja, die gaan zometeen ook nog optreden. Ja. Ik heb hier 2 dames bij me staan, die komen nu bij me staan. Wat zien jullie er prachtig uit? Ja, dankjewel. Wie zijn jullie? Wij zijn Smartlappenkoor Smart en Zo. En we komen uit Krachenburg, Ens en overige dorpen allemaal, overal vandaan. Welke smartlap vind je het mooist? Nou, ik ben toch wel heel, heel gek op het kleine café, de clown, Patsy. Maar ook Als de nacht verdwijnt van Jan Smit. Het is heden en verleden. En jullie staan zo op het podium? Ja, zeker. Met z'n allen. Blankenkoord? Blankenkoord? Nee, want we bestaan nu zo'n 10, 12 jaar. Nee, we hebben het al heel vaak gedaan en we hebben er ontzettend veel zin in. Ja, altijd ook heel vaak op het Pieperfestival? We staan hier, we hebben een keer op de koravond meegedaan. We hebben hier 4 jaar geleden met Imca Marina mogen zingen. En we zijn voor de 2e keer nu op dit grote podium met heel veel lieve mensen. Ik vind het geweldig. Het is echt een echt cadeautje. En altijd een volle bak, hè? Altijd volle bak. Geweldig, echt. Nou jongens, ik blijf hier nog eventjes, want zometeen gaat het echt beginnen. Nu is het nog eventjes het, als je binnenkomt, een leuk muziekje. Maar straks gaat het in de tent echt beginnen. En dan kom ik nog even bij jullie terug in de uitzending. Goedemiddag allemaal. Het is vrijdag 15 september, 2:06. We hebben vandaag Danny Braaf bij ons in de studio. Die vertelt zometeen over zijn nieuwe single. Maar we gaan eerst even overnemen. Over naar het Pieperfestival. Rob Brouwer staat daar voor ons. Het Pieperfestival. Rob Brouwer staat daar voor ons. Ja, en ik heb me verplaatst van buiten de tent naar in de tent. Want het begon te regenen tijdens het Pieperfestival. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik sta hier in de tent waar een heleboel ouderen bij elkaar zijn om te genieten van allerlei artiesten. Er is een heel programma voor samengesteld en een van die ouderen staat hier naast me. Oh, u ziet er nog niet eens zo oud uit. Nee, maar zo oud ben ik ook nog niet hoor. Met wie bent u hier? Ik ben 67. 67. Dus. Waarom bent u hier? Mijn vrouw zingt in het koor hier. Oh, dan moet je wel komen natuurlijk. Hè? Ja, nou, ik heb mijn kleinkinderen bij me. En, in welk koor zingt ze? In Smart en Zo. En hoe laat is ze aan de beurt? Ik denk over een half uurtje of zo. Hoort uw vrouw nou ook tussendoor? Of hoort uw vrouw u er ook tussen? Of, Nou, nee. Ze komt er niet bovenuit? Ik let meest op die andere vrouwen. Ja. Oké. Okay. Nee, mag. Ja. Nou, je zult straks horen wat ze ervan bakken, hè? En u bent hier met uw kleinkinderen? Ja. Wat vindt u er nou van dit ouderenfestival? Heel druk, hè? Ja. Dus er is veel belangstelling voor. En is het nou zo van u komt bij het Pieperfestival alleen bij het ouderenfestival of doet u wel meer? Gaat u morgen ook gratis patat eten? Ik ga ook naar de hardloopwedstrijd kijken, de Urk Potato Run, hè? Ja. Fish Potato Run, geloof ik dat het officieel heet. En gisteren ben ik dan op de manifestatie geweest. Helaas is dat wat in het water gevallen. Ja, heeft u nog wel een aardappel gezien? Nee, sorry. Heeft u nog wel een aardappel gezien verder? Jawel. Gaat u lekker zitten? Dan ga ik even verder praten met de organisator van dit ouderenfestival. Dat is een dame. Kom er gezellig bij. Stel je even voor aan Flevoland, wie ben je? Ik ben Monique Corridon. Jij hebt het allemaal georganiseerd. Nou, niet allemaal. We doen dat met het hele bestuur inderdaad. En ik heb als in mijn portefeuille de programmering inderdaad. En wat willen de ouderen nou in Emmeloord van dit ouderenfestival? De ouderen willen gezelligheid, een beetje muziek en gewoon vrolijkheid. Waar ze vrolijk van worden. Staan er nog artiesten op het podium waarvan je zegt dat is heel bekend?
Het is niet bekend, maar het is wel een act, Wim Sonneveld. En dat is natuurlijk wel super bekend. En zeker onder de ouderen echt gewild. We moeten echt zacht praten, want het gaat nu echt zo beginnen. Hartelijk bedankt eventjes voor je gesprek. Dan ga ik nog even praten met de organisator. De overkoepelende, die heb ik net al gesproken, dat is Erik. Erik, Pieperfestival natuurlijk heel succesvol nu. Ja. Je hebt een bomvolle zaal. Ja, absoluut. Uitverkocht. Dus dat, En nog eventjes in het kort, wat kunnen we verder nog verwachten? Waar moeten we naartoe? Nou, vanavond absoluut naar Boef. En naar de vele DJ's die we vanavond gaan zien. Dan moet je denken aan DJ Trobi, Ben Woods, Raves. Allemaal lokale DJ's. Gewoon een geweldig leuk concept. Twee tenten vol met live muziek en geweldig leuke sfeer. En verder nog? Ja, morgen. Gratis patat. Morgen gratis patat. 5000 kilo gratis friet. Dus dat wordt ook weer een feestje. Dus dat, en overdag de activiteiten door het hele centrum. Op het plein hier, maar ook door de hele lange nering. En s'avonds knallend afsluiten met diverse artiesten. Drie podia's. Dus dat 4000 man denk ik morgenavond in de tenten. Dus dat, dat wordt een feestje. En wanneer gaan jullie weer vergaderen voor volgend jaar? Nou, denk daarna al? Dat is verrekte snel. Dat is nog in de maand september dat de eerste gesprek alweer gaan. In oktober nog even evalueren. Maar dan gaan we ook alweer gelijk verder. Dus dat... Nou, heel veel succes de komende dagen. Ja, dankjewel. Ja. Gaat helemaal lukken. Nou, jullie horen op de achtergrond al de klanken van Wim Sonneveld. Ik ga er even van genieten. Jullie kunnen eventueel ook nog een stukje meegenieten. Ik ga weer naar Lelystad toe. Nee, ik blijf hier gewoon nog eventjes om te genieten van het oudere festival tijdens het Pieperfestival hier in Emmeloord. Blijf lekker gewoon daar zitten. Dankjewel. En geniet ervan.